Ik ben de master pedagogiek gaan doen omdat ik eigenlijk merkte dat ik in 23 jaar onderwijs heel veel verschillende functies heb gedaan en overal eigenlijk steeds bezig was met waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Hoe kan het beter? Hoe kan het anders? Ik ben een master gaan doen omdat ik mezelf wilde uitdagen, maar ook vooral omdat er heel veel veranderingen en verbeteringen nodig zijn in jeugdzorgland en daar wil ik wat in kunnen betekenen. Ik was docent ontwikkelingspsychologie en toen kreeg ik de taak als zorgcoördinator erbij en dat ging eigenlijk best wel goed, maar ik miste toch de verdieping van hey, waarom doe ik nou de dingen, hoe ik ze doe? Unieke aan deze master is dat je voor het gehele brede pedagogische veld wordt opgeleid, dus niet alleen het onderwijs of de jeugdzorg, maar beide en de kruisbestuiving daartussen. De master pedagogiek aan de HVA is kleinschalig. We zijn flexibel ingesteld, kijken heel goed met je mee naar wat je nodig hebt. Jij als persoon en jij in de organisatie. Veel contact met lectoraten van de HVA, zoals het lectoraat Leren en Innoveren van Marco Snoek, waar we mee samenwerken. We hebben veel gastcolleges. Wat leuk is aan onze opleiding is dat we ook een week op reis gaan, zodat je kan zien hoe het onderwijs, de jeugdzorg en of de kinderopvang in het buitenland in elkaar zit. De masteropleiding pedagogiek bestaat uit verschillende programmaonderdelen. Daarin word je stevig begeleid, onder andere ook in leerteams. En daar zitten ook een aantal keuzeopties. Dus je kunt je binnen de opleiding ook profileren waarbij je keuze hebt in de kant die je op zou willen. Aan het begin van het schooljaar word je eigenlijk ingedeeld in leerteams. Ik zit bijvoorbeeld met iemand die in de gehandicaptenzorg werkt, iemand die in het basisonderwijs werkt. En daar leer je ook heel veel van, want doordat zij vertellen hoe de zorgstructuur er bij hun uitziet, ga je nadenken van hey, is dat iets wat binnen mijn organisatie toegepast kan worden. Veel opdrachten doe je ook in je leerteam, spreek je met elkaar, dus ik denk dat dat heel waardevol is. De reden waarom ik deze master heb gekozen is omdat die eigenlijk heel praktisch is. Alles wat je hier leert uit het boek, pas je direct toe in je eigen praktijk. Eén punt wat ik zelf heel prettig vind, er zijn geen tentamens. Alles wordt direct getoetst door een onderzoek te doen op je eigen werkplek. Dus je bent direct bezig om datgene wat je leert toe te passen op je eigen werkplek. Wat het inhoudt is dat de master ervoor zorgt dat ik een onderzoekende rol en houding kan aannemen om zo vooral verandering in gang te brengen binnen een organisatie. En dat vind ik heel erg belangrijk. Interessant daarbij is, doordat we een heel breed en diverse studentenpopulatie hebben, dat er heel veel van elkaar geleerd wordt. Dat maakt het inspirerend en dat maakt het open en dat maakt het interessant. Deze master is eigenlijk voor iedereen die een opleiding heeft als leraar of als pedagoog of als sociaal werker en werkzaam is in onderwijs, kinderopvang of jeugdzorg. Zolang je een relevante werkplek hebt en gemotiveerd bent om je in te zetten voor innovatie, ben je van harte welkom.